Een gebouw voor praktijklessen ten behoeve van het Jeugdcorrectiecentrum, JCC, van het Korps Penitentiaire Ambtenaren, is bouwkundig opgeleverd. Het gaat om een schenking van Lions International Foundation. Volgens Rudolf Augustin, voorzitter project JCC, is de Lions in 2019 benaderd om een project te sponsoren ter rehabilitatie van jongeren die uit detentie gaan. We waren direct te vinden voor het project. We hebben dus gelijk een projectdossier geschreven. We hebben 5 Lions Clubs erbij betrokken. Lions Club Paramaribo Noord, Lions Club Paramaribo West, Lions Club Paramaribo East en Lions Club Para en Quetta. Die zijn dus bij elkaar gekomen om te kijken hoe we aan fondsen kunnen komen. We hebben dus bereid gevonden, onze grote donor, dat is Lions Club International Foundation, die dan het grootste bedrag heeft opgebracht. In totaal komt het op ongeveer 91.000 en ze hebben 68.464 gedoneerd. We zijn dus nu op het moment beland waarbij we dus de bouwkundige overdracht hebben in aanwezigheid van de directeur van Justitie en Politie, directeur van Onderwijs en natuurlijk ook andere notabelen en de Lions Gemeenschap. We hopen op 20 mei van dit jaar het gebouw volledig op te leveren en over te dragen aan de owner. En dat is het JCC Jeugdcorrectiecentrum. De Lions staat altijd achter projecten die met kinderen te maken hebben, meent Augustin. Er wordt geen verschil gemaakt. Het gaat gewoon om alle kinderen die tot een van de doelgroepen van de Lions behoren. De jongeren die in detentie hebben gezeten worden daarom ook niet uitgesloten, zegt Augustin. Als jongeren uit detentie komen, daar worden ze eigenlijk aan hun lot overgelaten. Dit programma, wat we dus nu gaan opzetten samen met het JCC-project, is dat ze, wanneer ze uit detentie komen, dat ze geholpen worden aan een baan in de gemeenschap. Ze leren hier echt een vak, een lassen, timmeren, bouwen. Anyway, ze leren hier dus een vak en dat wordt ze begeleiden ook. Wanneer ze dus uit detentie komen, dat ze ergens terechtkomen. Bij, of een vervolgstudie kunnen volgen, of bij een ander bedrijf in die streden. En daarom is het heel erg belangrijk dat we dit hebben opgezet. De jongeren krijgen na afronding van het vak in het jeugdcorrectiecentrum een diploma, zodat ze verder naar school kunnen of aansluiten op een andere vakschool.